Welkom bij de Muzikale Koelkast. Waarbij we een kijkje nemen in de koelkast van een bekende persoon. Dat doe ik samen met de koelkastcoach Sabine Leijten. Ja, en ik beoordeel de koelkast met 5 sterren als hij gezond genoeg is. De Muzikale Koelkast. Met Daniel en Sabine. Wie hebben wij vandaag te gast? Nou, we hebben een onwijs toffe schrijfster waar ik echt bijna al haar boeken van in de kast heb. Saskia Noord en haar dochter, Julia. Ja, eigenlijk moeten we Juliette zeggen, toch? Ja, helemaal goed. Juliette, ja? Oh. Ja, want dat is de naam waaronder ze zingt. Maar je heet officieel, is jouw naam Julia. Zo staat in je paspoort zeker, of niet? Ik wilde toch een beetje een alter ego. Toen dacht ik, ik geef een kleine twist eraan. Juliette. Er zijn dan zoveel Julia's. Dus dan, En kook je moeder lekker? Dat ze zit erbij, hè? Dus ik vraag het gewoon. Ze vond het echt fantastisch. Dat moet ik haar wel nageven. Ja, we zijn wel een beetje een Bourgondische familie. Dus we koken met veel wijn, kaas, vet. Boter. En ook roomboter, lekker. Ja. Ik probeer altijd wel gezond te koken. En ik doe nooit iets uit blik of uit pakjes. Dat is waar, ja. Maar ik doe er altijd wel een lekkere scheut boter of olijfolie bij. Nou weten wij dat je ook, behalve dat je in Nederland natuurlijk woont en leeft, dat je ook heel graag op Ibiza komt, Spanje. Kook je daar dan anders of ga je daar heel veel uit eten? Hoe werkt dat? Als ik echt met vrienden ben en familie, dan ga ik veel uit eten. Want dan is het vakantie. Maar als ik daar ben om te schrijven, dan kook ik iedere avond zelf. En dan gooi ik in één keer mijn hele ijskast vol met eten en... ben ik iedere avond zo gezond mogelijk aan het eten. Ja. Met één guilty pleasure waarvan ik weet. Eén guilty pleasure, welke is dat dan? Dat weet je. De pusworst. Oh ja, nee, maar dat is ook voor de vakantie. Dat is iets erg, ja. Vertel, wat is dat? Daar zijn we nog meteen benieuwd naar natuurlijk. Nou, of schaam je je daarvoor? Ja, natuurlijk. Het is een hele... Het is een soort voorverpakt worst. Je kan ze alleen nog maar daar krijgen. Of in Amerika. Het zijn Amerikaanse worsten. Daar zit worst in en kaas. En als je die dan grilt, dan worden ze zo mooi... Gesmolten. Gesmolten. Maar dat doe je alleen op... Dat doe je... Oké. Het klinkt wel lekker trouwens. Lekker, maar het is meestal wel als je de avond ervoor een paar glaasjes te veel gedronken hebt. Ja, precies. Lekker. Anders niet. En zijn er wat parallellen? Jij schrijft ook eigen liedjes, toch? Ik schreef eigenlijk al heel jong liedjes. Dus ik ben altijd, heb ik dat het leukste gevonden aan het muziek maken. Het zelf maken van een liedje wat er eerst nog niet was. Ik had toen, was ik net terug van een vakantie waar mijn relatie uitging. En toen kwam daar ineens een Nederlands liedje over. Portugallig heette het. En het is een heel deprimerend lied over die vakantie. Dus daarmee begon het eigenlijk. Dat ik dacht, hey, hier heb ik weer iets te pakken wat zo erg als mij voelt. En ik wil dat nu heel graag gewoon echt gaan doen. En hopelijk op een gegeven moment echt in de theater zo ook ermee. Ja. En laat je je tekst ook aan je moeder lezen? Ik laat ze wel altijd horen, maar ik laat bijna nooit gewoon echt platte tekst lezen. Nee, ik hoor de liedjes, maar ik zie niet het formulier met de tekst, nee. Nee, dat eigenlijk niet. Grappig dat je dat zegt, want dat zou ik eigenlijk best wel kunnen doen. Maar ik zie het altijd als een soort geheel met de muziek samen, want zo ontstaat het ook. Maar het is ook goed als het gewoon leest als een gedicht natuurlijk bijna. Dus, maar ik weet niet of ik zou pikken als ze mij dan zo'n literaire feedback zou geven. Ja, precies. We hebben ook een prachtige foto van jullie beiden. En die willen we toch even tonen, want dat is de foto waarop jullie samen op het podium staan. Waar is dit? Ja. Dat is het eerste wat ik dacht. Dat is in het karaoke café, wat volgens mij nu niet meer bestaat. Ja, en dan ik even de naam dit is toch Casablanca? Casablanca, ja. Die bestaat nog wel. Het is iets wat we heel graag doen. Karaoke. En destijds mocht het nog in een café. Dus dat waren... En welk nummer zien we hier? Welk nummer zien jullie hier? Het kunnen er een paar zijn, maar het zijn wel altijd dezelfde. Favorieten. We hebben No More Tears van Donna Summer en Barbara Streisand. Ja, we hebben Hopelessly Devoted to You. Oh, van Olivia Newton-John. Prachtig. Tell Him van... Celine Dion? Altijd. Ja, nee, dat is niet Celine Dion. Tell Him is de... Jawel, volgens mij zit Celine Dion. Celine Dion met Barbara Streisand ook.
Ja, dat kan. We hebben jullie natuurlijk gevraagd naar jullie classic. En dat is een duet uit 1979. In Amerika werd dat de nummer 1 hit. En nou, daar gaan we een stukje van laten horen. Want dit zijn Barbra Streisand en Donna Summer samen. Enough is enough. Ja, jullie kennen de tekst uit jullie hoofd. Heerlijke plaat om te karaoke. Super liedje om te karaoke inderdaad, Sabine. Ja. Wat kwam er vroeger op tafel? Ja, ik ben wil je het niet weten? Ja, zeker. Ja. Mijn moeder die had een soort schema. Die had dan woensdag was gehaktdag, vrijdag vis. Uh-huh. Maandag was volgens mij een soort vegetarische dag. En zaterdag brood. Toen al? Dat vind ik best hip, ja. Ja, 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 heel hip. Mijn ouders die hebben ook wel een hippe fase gehad, hoor. Want die hadden ook een kefirplant en namelijk brood en mochten weer geen suiker. En, dus ook toen al bestond dat. En op zaterdag broodmaaltijd. En zondag, wat zei ik nou zondag? Ja, zondag was dan vaak iets halen. En ga je nu nog wel eens bij ze eten? Ja, vaak. En inmiddels is mijn vader de kok. Ik vind het ook echt leuk, dus die staat dan dagen in de keuken. En met grote kookboeken en die vindt dat, dat is zijn hobby nu. Wat geweldig. Dus is er ook voor uitgegaan. Ja. Nou Juliette, als jij straks op jezelf woont en niet meer thuis, dan kun je niet iedere keer natuurlijk wat gaan bestellen. Dan moet je ook zelf gaan koken. Ja, vind je het leuk? Vind je het leuk om te koken eigenlijk, of niet? Ik hou er wel van, maar ik kom uit een familie waar mensen echt zo goed kunnen koken. Dus het is echt, met kerst is het een soort van clash of the titans. Competitie. Tussen mijn moeder en mijn broer. Mijn broer is ook echt bezig met, die wil ook uiteindelijk een soort keten met allerlei bouwbuns. Met broodjes, nou, dank verhaal. Maar hij is echt een hele goede kok ook. En jij ook. En dan zijn jullie een beetje soort aan het concurreren met smaken. En dan hou ik me er helemaal buiten. Dan vind ik het ook heerlijk om... Dus grappig. Binnen mijn gezin denken ze nooit van... Oh, wil jij een keer koken, zeg maar. En dan komt de hele familie dan bijvoorbeeld eten met de kerst? Of is dat dan echt een tafel vol met mensen? Ja. Ja, dat is wel serious. Oh. Maar het is wel elk jaar nu al een tijd hetzelfde. Echt classic met stoofperen en een kalkoen en spruiten. Zo klassiek mogelijk. Ja. Oké. Als Saskia, niet tegen je neef zeggen dat je dan in dit programma hebt gezeten. Want ik begreep dat Jan een heel erg hekel had aan de muzikale koelkast, zag ik hem op internet vertellen. Echt? Dus ja. Maar wij hebben een hekel. Begin maar niet aan. Nee, dat mag je ook niet. Jan heeft een hekel aan zo'n alles. Ja. Oh, oké. Nou, waar hij geen hekel aan heeft. Ik stel voor dat we toch... Even de koelkast gaan bekijken. Ja, we gaan de koelkast bekijken. Jij kan het leiden, zeg maar. Ja. De rondleiding. Ik neem het beeld mee, ja. Oh, fantastisch. We gaan kijken. In de koelkast van Saskia Noord en haar dochter Juliette. Wat zeg je? Ja. De koelkast gaat nooit open. 16. Oh, hij gaat ineens open. Oh, nou, daar gaan we. Zijn het mayonaise? Heel veel soorten mayonaise. Kappertjes. Ja. Tijgersjam. Mosterd. Sambal. Lekker. Er staan echt goed zo. Deze boter, daar heb je natuurlijk allemaal. Dit is de soep die ik gisteren heb gemaakt. Oké. Pancetta, yoghurt, 0%. En hier zitten dan de fruit voor de beide muesli. De groenten zitten allemaal in de soep. En sla, kruiden. Nee, doe maar weer dicht hoor. We hebben het gezien, dankjewel. We hebben het gezien, we gaan het oordeel gaan even vellen. We gaan het oordeel vellen. En dit is dus niet goed en dit is een ster. Je kan 5 sterren verdienen. Dus ik ben benieuwd, Sabine, vertel. Ja, het wordt heel spannend. Ja. We hebben fruit hebben gezien, toch? Ja, hebben we gezien. Zeker? Hop. 1 ster. Heel goed. Groente heb je verwerkt in de soep, maar zit er ook in. Ja. 2 sterren. 2 sterren. Eiwitproducten heb ik niet zo heel veel gezien. Ik heb niet heel veel kaasjes of hummus of dat soort dingen. Nee, hè? Kipfilet. Die staan er wel in. Dus een parmezaan. Parmezaan en nog een kaaskorst. En een kaaskorst. Oh, nou. Oké, nou vooruit. 3 sterren. Dan hebben we het over potjes, dingetjes. Nou, die heb je wel superveel. En ook wat mayonaise, ketchup en dat soort dingen. Dus dat wordt een... Mag ik hem indrukken? Jazeker. Ja, dat vind ik altijd leuk, dit. Nou, qua alcohol valt het best wel mee. Ja, maar dat staat vast in een andere kast. Ja, oké, maar dat maakt niet uit. Oké. Je hebt het allemaal eruit gehaald. Nee. Heel goed. Kokosdrank, zag ik.
Daar. Klopt, hè? Ja. Oh, kijk daar. Ja, valt mee, valt mee. Ja. Kokosdrank, toch? Klopt? Ja. En zag ik ook iets van water? Ja. Water? Ja. Dat drink je toch wel. Nou, ja. zag ik wel. Ja, maar dit is... Ja, nou ja, ook prima. Ja, prima. Dan noemen we een halve ster. Dus 3,5 ster. Ster verdiend. Gefeliciteerd ermee. Ja. We zijn soepel. We zijn soepel vandaag. Nou, jij bent van wel soepel zeker. Vandaag. Nou, mooie dames. Toch maar mooi binnengehaald zomaar op de muzikale koelkast.